Een oefening met lijsten. We hebben hier twee lijsten, één met studenten en één met corresponderende grades. Dus Emma heeft een 4,5, Tess heeft een 6,7 enzovoort. De gebruiker wordt in deze while loop gevraagd which student's grade would you like to see? En de gebruiker kan hier een naam intypen, bijvoorbeeld Tess. En in dat geval wordt deze functie aangeroepen, get grades of students, met een lijst van studenten. De lijst van de grades en de naam die net is ingetypt, Tess. En deze functie moet dan het cijfer van deze student teruggeven. En dat wordt teruggegeven in een tuple, dus een grade en een valid. En dan vervolgens wordt er geprint, als valid waar is of true is, dan wordt geprint student, de naam van die student, has grade, grade. Dus ja, dan wordt in dit geval gezegd, Tess heeft een 6,7. En als valid vals is, dan wordt gezegd student not found. Dus de functie getGrade of student moet daarvoor zorgen. En uw taak is om deze te implementeren. En uw code kan hier worden toegevoegd. Succes!